Hallo en goed dat jij weer kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag elektromagnetische straling. Een prachtig woord voor galgje. En uh, leuk voor alle dyslectische mensen onder ons. Waaronder ik een beetje. En uh, ik probeer hem zo min mogelijk fouten te maken in mijn slides. Maar er zal er vast wel eens af en toe een spelfout tussen zitten. En dat mag je ook aangeven. Waarschijnlijk ga ik het niet veranderen. Um, maar het is toch fijn om te weten. Goed, genoeg uh, geneuzel. Doelen van de voorkennis, die je dus eigenlijk al zou moeten kennen voordat je deze les start, uh, en misschien weet je dat wel. Uh, weet jij wat frequentie betekent? En dat hoort ook bij eigenlijk trillingstijd. Weet je wat trillingstijd betekent? Uh, dan uh, kun je door, dat is goed. Je moet uh, ook weten wat een, uh, eigenlijk wat een spectrum is en hoe je dat spectrum zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld een spectrum zichtbaar licht, dat doe je met een, uh, met een object wat we hebben. Je moet ook uh, weten waar infrarode en ultraviolette stralingen zich in het spectrum bevinden. Dus je hebt zichtbaar licht en dan heb je onderop bijvoorbeeld rood en bovenop heb je paars. En waar ligt dan infrarood en waar ligt dan ultraviolet? Dat moet je aan kunnen geven. En je moet ook lichtstralen kunnen tekenen. Nou, ken je dat niet? Kijk dan even de vorige les van voorkennis. Zowel gaan we starten met een nieuwe les. En het uh, zou ook ik denk dat het het makkelijkste is als ik gewoon van start ga. Straling. Dan denken mensen vaak aan dit symbool. Ook als je het googelt, googelt straling, dan krijg je dit symbool. Nou, dit is gevaarlijke straling. Dit is een symbool van gammastraling. En daar kan je kanker van krijgen. Uh, want het maakt je cellen stuk. We gebruiken ook wel weer gammastraling om kankercellen stuk te maken. Dus dat is ook wel weer grappig. Dus en de veroorzaker kan het zijn van kanker, maar we kunnen de kanker er ook mee bestrijden. Nou, weten we dat ook weer. Um, maar er is ook heel veel andere soorten straling die niet schadelijk zijn, die wij niet ziek van wordt. Um, zoals bijvoorbeeld uh, zichtbaar licht. Laten we daar eens beginnen bij de ogen van zichtbaar licht. Je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te weten, um, maar zichtbaar licht is dus een vorm van straling. En onze ogen zijn zo uitgerust dat we deze specifieke golflengtes van licht deze golflengtes van licht zitten we in het nanometergebied. 700 nanometer, 400 nanometer staat hier. Dat, we dat kunnen we zien. Dat zien wij als licht. Daar zijn we voor. Zo zijn, zijn we ontwikkeld. En als je eronder gaat, nou, dan zie je al het antwoord eigenlijk op de vorige vraag tijdens de voorkennisvragen, Dat daar infrarood ligt. Infrarood is warmtestraling. En daaronder ligt ook nog weer microgolven. Nou, dat praat je over een magnetron. Radar, wifi, GSM, TV, FM-radio. En dan heb je ook nog uh, AM-radio, die zit daar nog, weer, uh, nog, daar nog weer onder. En je kunt ook boven zich belichten: ultraviolet, röntgenstraling. En dan hebben we nog gammastraling. straling Dat zit helemaal bovenaan. Hele hoge frequentie. Want dit gaat, deze gaat over frequentie. Dat nou, hoef je niet per se nu te weten. Conclusie: er is vooral onzichtbare straling. En maar een klein deel is gevaarlijk. En dit hele ding noem je ook nog eens het elektromagnetisch spectrum. Dit hele ding gaat allemaal over. Elektromagnetisch spectrum. Elektromagnetisch licht is namelijk een, deels een elektrisch veld en deelt, deels een magnetisch veld, die twee samen uh, maken licht. Hoef je verder niet te onthouden. Maar dat is waarom het een elektromagnetisch spectrum heet. Goed. Wat kunnen we daarmee? Nou, informatie verzenden. Dit is een Onderdeel van een iPhone. En je ziet dat dat. Uh, het zit een geleider. Uh, die zit uh, om het scherm heen in dit geval. Kan ook een andere plek zitten. En met uh, deze kant zit GSM-functie op. Dus dit is als het ware de antenne voor de GSM-functie. Nou, wat moet je dan doen om informatie te kunnen verzenden? Kort gezegd: um, Kun je het volgende voorstellen. Dus ik heb hier weer die telefoon en er zitten wat elektronen zitten in die antenne en dan gaat die telefoon, die gaat er een beetje, die gaat er een beetje wisselspanning op zetten. Dus die gaat, de plus maakt, is positief en dan negatief en dan, plus en dan positief en negatief. En dus die elektronen die worden wordt die kant en dan die kant en dan die kant en dan gaan in de weer, wisselspanning, ja, die gaan in de weer bewegen, Ik krijg je ook wisselspanning en dat gaat golven uitzenden, zoals je ziet in deze animatie. Nog een keer, want het ging misschien best snel. Deze elektronen hier, die beginnen door een spannings. Hè, die die telefoon erop zet, die zet wisselspanning op die antenne. Dus die elektronen die beginnen heen en weer te bewegen. Dat veroorzaakt een golf. En die golf is onderdeel van het elektromagnetisch spectrum. En die gaat zich verplaatsen alle kanten op. En ook naar telefoonmasten. Die staat hier. En in die telefoonmast zitten ook weer elektronen. En oeh, dat gaat snel. En die gaan als gevolg van dat. Van die golf die hier voorbij komt uit die telefoon gaan die ook trillen en krijg je dus hier een signaaltje. En op die manier, heel simpel gezegd, wordt informatie doorgegeven. Oké, okay. in tekst samengevat elektromagnetische golven zijn dit. Het zijn golven met een hoge frequentie die ontstaan als gevolg van een wisselstroom. En ze maken de overdracht van informatie mogelijk door lucht, zoals bij mobiele telefoons. Dat is voor de mensen die het even heel specifiek uh, letter voor letter willen weten. Een ander plaatje die je hierbij kan helpen, is als bijvoorbeeld uh, een, uh, een water. Dan heb je een bron die begint dat water op en neer te duwen. Nou, die golf die gaat zich verspreiden, natuurlijk. Dan heb je hier een ontvanger. En die ontvanger die gaat als gevolg van die golven gaat die omhoog en omlaag. En zo wordt er als het ware informatie doorgegeven. Hoe snel die golf op en neer gaat, dat, gaat dan, dat bevat dan de informatie, um, zoals ik zei. Die elektromagnetische golven die gaan alle kanten op. En dan zie je ook hoe verder je van de bron vandaan verwijderd bent, des te minder ja, heftig is die straling. Ja, die wordt verspreid. Dus hij gaat niet alleen maar deze twee kanten, hij gaat ook die kant op en die kant en die kant. Net als met geluid gaat alle kanten op. Um, ja, om verder te gaan, moeten we echt nog even stilstaan opnieuw bij het woord frequentie. En frequentie heeft te maken met. Uh, hoe vaak iets op en neer gaat, hoeveel trillingen er per seconde zijn. En dat zegt ik iets over, bijvoorbeeld bij geluid zegt dat iets over toonhoogte. En bij uh, licht zegt dat iets over uh, of de kleur van het licht of wat je met dat licht kan doen. Oké, okay, nou best wel lastig. Ik heb hier in ieder geval al een luidspreker die staat hard geluid te pompen. En als ik nou eens even ga tellen wat de frequentie is, dan moet ik het volgende doen. Ik ga je de geluid starten. Of de timer starten bedoel ik. En ik ga ze even vertellen hoe vaak hij trilt. Nou, dat ben ik nu aan het doen. Hij trilt rustig door. En ik stop hem bij uh, 10 seconden. Oké, okay, nou, 10 seconden zijn voorbij. Hij ging 20 keer op en neer in 10 seconden. Oftewel 2 keer per seconde. Nou ja. En dan zeggen we dan, zijn frequentie is 2 hertz. Hij ging 2 keer op en neer per seconde. Dus zijn frequentie is 2 hertz. Hier heb ik weer een golf voor jullie. En ook die heeft een frequentie. En om dat uit te rekenen hebben we drie onderdelen nodig. Maar onder de lengte van de golf. En die reken je zo uit. Dat heb je vast al een keer gehad. Dan ga je bijvoorbeeld op van top tot top. Of van dal tot dal. Dat maakt ook niet uit. Want als je van hier zo die kant op gaat tot daar. Ja, dat is ook gewoon één golflengte. En dat is een makkelijk punt om te meten. Want het is makkelijk te zien dat je hier vanaf de top gaat tot de andere top. Dat is één golflengte. Oké, okay, dus we hebben de golflengte nodig. De lengte van een golf. En we hebben ook nodig. de snelheid waarmee de golf zich verplaatst door de ruimte. Hè, die, als je een, een, een telefoon die produceert een signaal. en die golf die gaat zich zo door de lucht heen verspreiden. En bij elektromagnetische golven. is dat altijd met de lichtsnelheid. Het is namelijk ook een. Vorm van licht. Alleen min of meer onzichtbaar licht vaak. Als we bij ons telefoon praten over signalen, dan is dat onzichtbaar licht. En de lichtsnelheid is 3,0 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Dat is best wel heel rap. Anders gezegd is dat 300.000 kilometer per seconde. En nog weer op een andere manier gezegd is dat als je een zaklamp aan zou zetten en weer uit, en licht zou rond de aarde kunnen gaan. Dat die in 1 seconde 7,5 keer rond de aarde gaat. Zo snel is licht. Oké, okay, daar moeten we mee gaan rekenen. En dan hebben we nog eentje uh, nodig. Oh, nog laatste dingetje. Dit heet C. Dus lichtzaamheid noemen we ook wel C, kortweg met een C. Um, um, ja, dat is de frequentie naar frequentie weten we. Oké. Okay. Er is een formule die je moet kunnen gebruiken. En dat is dat lambda. Oftewel de. Golflengte gelijk is aan de lichtsnelheid gedeeld door de frequentie. Dus lambda, golflengte, is gelijk aan c gedeeld door f. En dan zet je de golflengte in meters, de lichtsnelheid doe je in meter per seconde en de frequentie zet je in hertz neer. En als je dat doet, dan kun je een reeksommetje maken. Bijvoorbeeld opdracht 6 in je boek. Ik heb hem hier even uitgewerkt. Uh, Mirjam leest op de website van Radio Rijmond. Sinds 1 juli zijn wij uit op 93,4 mhz. Dan moet jij weten dat dit staat voor mega en dit voor hertz. En dat spreken ze dus over een frequentie. En jij moet de golflengte van deze golven uitrekenen. Nou, uh, golflengte lambda, die is dus gevraagd. De frequentie. 93,4 megahertz. Die moet je nog omrekenen naar hertz. Hoeveel hertz is dat? Um, die mega staat voor miljoen, dus dat is 93,4 keer 10 tot de macht 6 hertz. Want 10 tot de macht 6 is 1 miljoen. Oké. Okay. En c moeten we ook gebruiken in die formule. En dat is de lichtsnelheid. En dat is altijd 3,0 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. Want dit is straling, elektromagnetische straling, en die gaat met de lichtsnelheid. Oké, okay. nou, die kan ik invoeren in de formule. En dan kom ik uit bij een golflengte van 3,2 meter. Nou, als we dan teruggaan naar dat hele overzicht. Met, uh, met, met al die golven. Dan kun je dus zien. Kijken, waar zitten we? Hier hebben we alle golflengtes. Ja. Nou, dat die dus met 3,2 meter, dat dat FM radio was. Zo'n opdrachtje zou je kunnen verwachten. Op de toets en ook dus in je boek. Want de vragen in je boek lijken vaak op de vragen in de toets. Dan nog even voor het intoets op je rekenmachine. Uh, op jullie rekenmachine zit een knop met EXP. En vaak zit die onderin, maar dat kan ook op andere plekken zitten. En uh, op die manier kun je heel makkelijk 10 tot de macht schrijven. Dus als je op je rekenmachine in wilt toetsen 3 keer 3,0 keer 10 tot de macht 8. Ja, die 0 die telt niet mee. Dus je kan ook gewoon 3 in toetsen. Dan kun je kan gewoon 3. En dan druk je ESC, exp. Exponent. En Dan doet hij automatisch 10 tot de. En dan vraagt hij hier welk getal tot de. Oh, en dat is tot de achtste. Dus 3 x 8. Delen door 9, 3,4. En dan druk je weer exp. En dan nu was het 6. En dan krijg je antwoord van 3,2. Dus zo kun je dat op je rekenmachine invoeren. Uh, mocht je dat moeilijk vinden. Mm. Ah, hier had ik hem ook nog staan. Nou, niet meer nodig. Laatste wat we nog moeten weten is ioniserende straling. Wat is ioniserende straling? Ik heb hier voor jullie in beeld gebracht een kern. Dat is dit ding. En met daaromheen elektronen. En in het geheel heet dat dan een atoom. Dat is een atoom. Maar het kan ook uh, een molecuul zijn. En dan zijn het meerdere atomen bij elkaar. Dus in jullie boek hebben ze het toch over moleculen. Dat kan ook. Wat gebeurt er als je ioniserende straling ondervindt? Nou, dan komt er een golf, een straling uit de ruimte of uit de omgeving of uit een machine. En die, nou, je zag het, die beukte zo een elektron van uit zijn schil zo weg. Dus ioniserende straling. Die haalt een elektron, kan die wegschieten. En die maakt doordat eigenlijk het molecuul/atoom kapot. Dus wat het ioniserende straling, die kan moleculen kapot maken. En dat is gevaarlijk, want als die DNA kapot maakt en het herproduceert zichzelf terwijl het niet meer goed is, ja, dan krijg je dus bijvoorbeeld een tumor. Um, ja, dat. En het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld verf kan verkleuren. Op, uh, op, je, op uh, hout hè, van het huis dat verkleurt over tijd. Dat komt omdat de zon ook ioniserende straling uitzendt, een beetje. Uh, dat maakt je huid een dus stuk, uh, waardoor je huidkanker kan krijgen. Het um, nou, zijn allemaal verschillende dingen die allemaal met ioniserende straling te maken hebben. Tot zover deze les, want dat is wat je moest weten. Kun je nu beschrijven hoe je mobiele telefoon informatie verzendt en ontvangt met behulp van elektromagnetische golven? Wat is daarvoor nodig? Wisselstroom. Ja, en dan gaat er zo'n golf die gaat uit naar een paal toe. Daar gaan die elektronen die gaan ook weer bewegen, op en neer. En die wisselstroom, dat is het signaaltje, daarmee kan wat worden uitgelezen. Drie kenmerken van de elektromagnetische straling: nou, ze hebben allemaal een golflengte. Ze hebben ook een frequentie, dus hoe vaak uh, gaat die op en neer in een seconde. En ze hebben ook een snelheid, en die snelheid is altijd c, de lichtsnelheid. En die. Zijn verhouden tot elkaar met de formule. Die formule moet je kennen dat de golflengte gelijk is aan C gedeeld door de frequentie. Je moet ook het elektromagnetisch spectrum verschillende soorten elektromagnetische straling ordenen. Nou, uh, infrarood op de goede plek zetten, ultraviolet op de goede plek. Radiogolven zitten onder de infrarood. En gamma- en röntgenstraling zitten boven ultraviolet. Dat is eigenlijk alles wat je moet weten. En je moet effecten beschrijven van de ioniserende straling. Uh, Niet-ioniserende straling, daar nou, heb je niet zoveel last van. Uh, Ionische straling wel, daar rijden namelijk de moleculen van stuk. Oké, okay, tot zover deze les. Het duurde best lang, was ook best moeilijk. Ik hoop dat ik je geholpen heb. En uh, tot de volgende les.